Goedemorgen kerk. Oh, how we miss you being here. We missen jullie zo hier. We are gathering up to welcoming you back in July. We kijken er zo naar uit om jullie weer in juli te zien. But you know, I got just a scripture for you this morning. Ik heb een vers voor jullie deze ochtend. It says in Galatians. Er staat in Galaten. That Jesus sets you free. Dat Jezus jou vrijzet. So do not stand for, stay secure. Dus blijf vaststaan in. And don't go back to a yoke of slavery. Dus ga niet terug naar die juk van slavernij. To a place of bondage. Naar die plek van gebondenheid. Jesus has set us free. Jezus heeft ons vrijgezet. And as we look at rewriting our story today. En als we kijken vandaag naar het herschrijven van ons verhaal. That scripture sits in the middle of this. Dat vers zit daar middenin. So we love you. We can't wait to see you. We houden van jullie. We kijken er zo naar uit om jullie weer te zien. Get online and chat. Yeah. Ga online en chat mee. And if you're new to us, click Let's Connect at the top of your screen. En als je nieuw bij ons bent, klik op Let's Connect. We deeply would love to get to know you. We willen je beter leren kennen. And if you want prayer today, there is a live prayer button you can click, and we'll have a team praying for you. En als je gebed wil, er is een live prayer button waar je op kan klikken. Hey, that's awesome. Yes. It's for freedom. We've been set free. Het is voor vrijheid. Het is vrijheid zijn. Oh, vrij zijn gemaakt. As we go over to worship right now, why don't you let that scripture minister to your heart as we worship Jesus? Zoals we naar de aanbidding gaan, laat dat vers tot je hart spreken. So good. Up and praise the Lord this morning, afternoon, whenever you're watching. When night has fallen and fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on. To me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. Good to be with you.
In the Bible it says, even though I walk through the shadow of death, the valley of death, I will fear no evil. I want to encourage you all today to put your trust in the Lord so that you have the courage and the faith to walk through that valley, to rewrite your story, to change things for good. And that's what this song is about. I have this confidence. I have this confidence because I've seen the faithfulness of God. It's still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word. Oh, enough to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean waves. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. We're not afraid. You keep the promises you made.
wonderful. No, I'm not afraid. No, I'm not afraid. Ik hoop dat je hebt genoten van deze worship. I hope you enjoyed this worship. Dat je elke week gelooft dat God je huiskamer kan binnenkomen. Every week we believe that God is entering your living room. Of je nu gelooft of niet. Whether you're a believer or not. Of het de eerste keer is dat je kijkt of niet. Maybe it's the first time you're watching or not. God wil iets doen in je leven vandaag. God wants to move in your life today. Wanneer wij hem aanbidden, wordt hij vergroot. So when we worship him, he is exalted. Laat hij zichzelf zien. And he shows himself. En we gaan zo door naar de volgende sectie van onze kerkdienst. We're gonna move to the next section of our service. Links bovenaan hebben we drie knoppen en daar kun je op klikken. On the top left of your screen you find three buttons that you can click. En wanneer je daarop klikt, dan kun je klikken op C3 Kids. And you can click on C3 Kids. Onze family pastors David en Hannah hebben een geweldig programma voor je kinderen voorbereid. Our family pastors David and Hannah have prepared a wonderful kids program for you. So, klik erop en laat je kinderen daar geëntertained worden. So let your kids be entertained. We gaan nu over naar een heel bijzonder moment in onze kerkdienst. We're going to move to a very special moment in our church service. Onze service pastors Louis en Intan Wittink. Our service pastors Louis en Intan Wittink. Zullen we inzegenen als zijnde de locatie West pastors. We're gonna commission them for the new location Amsterdam West. So laten we samen kijken naar het volgende gedeelte. So let's have a watch together. Goed om jullie te zien opnieuw, kerk. We have a slightly strange arrangement here on stage. We hebben een beetje een aparte setting hier op het podium. Especially for the type of moment we're going to do, we would have loved to have been able to touch our good friends Louis and Intan. En zeker voor het type van moment dat we nu hebben, hadden we heel graag onze vrienden Louis en Intan vastgepakt. But this is no less powerful. Maar dit is niet minder krachtig. We have the privilege of announcing to you today. We hebben vandaag het voorrecht om aan jullie aan te kondigen. That we are going to formally be launching our West service, our West location, sorry, the moment we can find a venue during the summer. Dat we onze West locatie formeel gaan starten op het moment dat we een locatie vinden. If we can do that in July, we will. But just as soon as we can get the right place, we've decided we're going to go ahead. Zo, als we dat in juli al kunnen doen, prima, maar het hangt af van of we een goede locatie vinden. And we've asked Louis and Intan to be the location pastors. For that location. En we hebben gevraagd dat Lou en Intan de pastors zijn voor die locatie. A lot of excitement in the studio here. Er is heel veel enthousiasme hier in de studio. An obvious choice, I'm sure you'll think. En een heel logische keuze, zul je wel denken. They've been faithful. Ze zijn getrouw geweest. Proven themselves as loving community builders. Ze hebben zichzelf bewezen als liefhebbende community bouwers. They just love people. Ze houden gewoon van mensen. And if you've ever been in their home. En als je ooit bij hen thuis bent geweest, you'll have experienced the hospitality, dan zul je hun gastvrijheid hebben meegemaakt. And their genuine interest in you. En hun oprechte interesse in jou. So it gives us great confidence. Dus we hebben er heel veel vertrouwen that in. As we start a new location, dat wanneer we een nieuwe locatie starten, the love for you or for those of you in that location, dat de liefde voor jullie in die locatie, they will be representing us well. Dat zij ons heel goed voor ons in zullen staan. And so we're going to take a moment right now to pray for them. En we gaan nu een moment nemen om voor hen te bidden. Let me just make a mention of our Amsterdam Zuidoost location. Maar laat me even iets zeggen tot onze Zuidoost locatie. Lisbeth and I will primarily still be based here while still moving around our locations. Lisbeth en ik zullen nog steeds hoofdzakelijk hier zijn, alhoewel we ook zullen rondreizen in onze andere locaties. But we have the wonderful and brilliant Pastor Peter and Monique as our associates who will carry the Zuidoost location with us. We hebben geweldige associate pastors in Pastor Peter en Monique die deze locatie ook zullen dragen hier in Zuidoost. So I know there'll be fresh days ahead for Zuidoost also. Dus ik weet dat er ook nieuwe verse dagen aan te staan te komen voor onze Zuidoost locatie. Right, so we're going to commission you. We gaan jullie inwijden. There's a level of formality here. Dus een stukje formaal. So we're going to now turn a little bit from you and look at them. Dus we keren ons even van jullie af en naar hun toe. Because it's an important responsibility. Omdat het een heel belangrijke verantwoordelijkheid is. We're committing the people of our church into your hands and your care. We geven de mensen van onze congregatie in jullie handen en in jullie zorg. And so I'm going to read you a charge and then there'll be a response for you. Ik ga jullie iets voorlezen en dan kunnen jullie daarop antwoorden. And we won't need to translate this part. En we gaan dit niet vertalen. But then we will pray for you. Okay, I solemnly urge you before God and before Jesus Christ, be strong in the grace God gives you in Christ. Teach and be an example to the truths and lifestyle you have been taught. Work hard so that God can approve you. Show kindness to all, avoid arguments and slander. Live in the faith and love that you have in Christ. With the help of the Holy Spirit who lives within you, carefully guard what has been entrusted to you.
And finally, complete the ministry God has given you. Okay, I'm going to ask you these questions. Will you uphold as a matter of priority the Lord Jesus Christ and his kingdom? We do. Will you care for and nurture the people God has entrusted you with? We do. Will you uphold the truth of God's word as it has been taught to you, as stated in the Apostles' Creed? We do. Will you devote your energies to the message of faith, hope, and love? We do. Will you be a good ambassador for C3, this family God has placed you in? We do. And will you care for, provide for, and love your spouse and your family of the future? Yes, we do. We will do that. Okay. Wonderful. Beautiful. We're going to pray for you. We have really bidden. Now that the power of God and the anointing will be on you for this task. Ik geloof dat de kracht en de zalving van God voor jullie zal bedekken deze taak. So let's pray. Spirit of God. Spirit of God. Yes, Lord. We thank you that you call us all to build the house of God. Dank u dat u ons roept om allemaal het huis van u te bouwen. And we thank you for the way that you are repositioning Louis and Intan. We danken dat u Louis en Intan repositioneert. To take this call on their life. Deze roeping op hun leven aan te nemen. And to completely love on the flock. Yes. En hun met volle overtuiging de kudde lief te hebben. Do you reposition them in the word of God? Yeah. Repositioneer hen in het woord van God. In the whole of our C3 tribe. In onze C3 tribe. God, place them in completely hearing your voice. God, plaats hen in een plek waar ze volledig uw stem horen. They would lead with love. Ze zullen leiden met liefde. They would lead because they just want to see the best in people. Ze leiding zullen geven omdat ze het beste in mensen zien. Father, we thank you for them. We danken u voor hen. You've given all the wisdom and the insight that they need. U heeft hen al de wijsheid en de inzicht gegeven die ze nodig hebben. Protect them as they take the step forward. Bescherm hen al terwijl ze deze stap vooruit nemen. In Jesus' name. Yes, Lord. Amen. Pray for a fresh anointing today, Lord. We bidden voor een verse zalving. We commission them in Jesus' name. We wijden hen toe in Jezus' naam. God, we lift that location to you today. Yes, we heffen deze locatie op naar u. We pray to be birthed with the heart of God in it. Dat deze geboren mag worden met het hart van God. Huge potential in it. Yes. Potential in it. And we thank you for this opportunity that's been birthed out of this strange time. We danken voor deze mogelijkheid die geboren is in deze aparte tijd. Where we actually need to expand ourselves. Waar we onszelf moeten uitstrekken. We pray that your hand will continue to be upon them and upon this location. Dat uw hand zal voort blijven gaan op hun en op deze locatie. In Jesus' wonderful name. Jezus' prachtige naam. Amen. 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 Fantastic. Let's give them a round of applause at home. Everyone at home, let's cheer right now. Geven. And you know, this is so much fun. We'd do this normally, wouldn't we? Dit is heel leuk eigenlijk. We're going to give you some flowers. Die wat bloemen geven. As a sign of our thanks and just we love you. That will freshen up your house. Teken van onze dankbaarheid. And beautiful. It's going to be amazing. Future, let's give them one more hand. Everyone at home, nog één applaus. Give them a cheer. Yeah. Write them a text. Tell them how much you are believing in them. Put love in the chat. Yeah, chat. Lots of hearts. Tell them hoeveel je van hun hart. Okay, we're going to transition to our next part of the service. We gaan nu naar ons volgende gedeelte van de dienst. Which is deliberately following on from this. Dat intentioneel hierop volgt. We've got a team preach today. We hebben een team preaching vandaag. With each of the men in the partnerships of our location pastors. Met elke van de mannen in onze partnership met alle locaties. We're going to kick off in just a moment with Pastor Louis. We beginnen zo met Pastor Louis. Followed by Pastor Peter Jacobs. Daarna komt Pastor Peter Jacobs. And then concluding with Pastor Johan Tolsma. En dan sluiten we af met Pastor Johan Tolsma. All our locations represented. Al onze locaties zijn zo vertegenwoordigd. Talking about rewriting your story. We hebben het over het herschrijven van jouw verhaal. So get ready for this. Prepare your heart. Dus wees er klaar voor. I know you're going to be blessed. Je gaat gezegend zijn. Over to Louis Wittink. Geef het over aan Thanks, Pastor Louis Steve. Wittink. Dat is een overgang. What a sequence. Ja, yeah, transition. Segway. Mooie overgang. We gaan het woord van God in. We're going to dive into the word of God. Voordat we dat doen, laat me zeggen, West-familie. So before we do that, I want to tell you, family in the West, West family. Intan en ik kijken er zo erg naar uit om te beginnen. Intan and I are looking so forward to start. En zoals we eerder hebben gezien, we hebben één dienst gehad. And as we've seen before, we've had one service. En toen we naar het zoeken waren naar een locatie. So when we were looking for a location. Zagen we Gods leiding. We saw the guidance of God.
En toen we de dienst waren begonnen, and when we started the service, voelden we Gods aanwezigheid. We felt God's presence. Dus als we beginnen met het schrijven van het verhaal van Amsterdam West. So when we are starting to write the story of Amsterdam West. Ben ik ervan overtuigd dat wij dat als een kerk kunnen doen met God in het midden van ons verhaal. I'm convinced that we can do it as a church with God in the middle of the story. En wat een eer om vandaag het podium te delen met Ferry. And what an honor to share the stage with Pastor Louis. Met Pastor Peter en Pastor Johan. Pastor Peter en Pastor Johan. En we zitten nu natuurlijk in een gekke tijd. Pastor Steve zei het net al. And we're in a very curious period. It's very strange. En iedereen beleeft de coronatijd op zijn eigen manier. And everyone experienced the corona time in a different way. Maar één ding wat ik heb meegemaakt in deze coronatijd. But one thing that I've noticed in this season. In de 3 maanden dat ik nu thuis werk. In the 3 months that I've been working from home. Is dat ik meer gelegenheid heb om uitgebreid te koken. That I have more opportunity to cook a bit more elaborate. Je had misschien iets geestelijkers verwacht. Maybe you've expected a little bit more spiritual things. Maar als je echt goed eten hebt gehad. But if you've really eaten well. Dan weet je hoe dichtbij dat een geestelijke ervaring had gekomen. And you know how spiritual that can be. Een van de dingen die ik veel heb gedaan de afgelopen tijd. And one of the things I've done quite often in this time. Is slow cooked food. Is making slow cooked meals. Eten dat je ergens aan het begin van de dag aan kan zetten. So it's a food that you start in the beginning of the day. En dat je de hele dag kan laten nemen om lekker te laten marineren. And then you can take the whole day to have it marinate. Een lekkere beef bourguignon. Have a beautiful beef bourguignon. Vlees dat lekker gemarineerd wordt. Meat that's been really well marinated. Of wat het ook mogen zijn. Or whatever it is. Het geheim achter goed slow cooked food is dit. And then the secret behind good slow cooked food is this. Er is tijd nodig. You need time. Er zijn specifieke omstandigheden nodig. You need specific circumstances. Dus de juiste temperatuur. The right temperature. De juiste pan. The right pot. En dat soort dingen. And all these things. En je hebt de juiste ingrediënten nodig. And you need the right ingredients. En als je naar je verhaal kijkt. And if you look to your own story. Van jouw leven. Of the story of your life. Dan zie je dat die componenten misschien wel heel erg overeenkomen. And you see that those components are very similar. Dat jouw verhaal heeft tijd gekost om te schrijven. That your story has taken time to be written. Er is een specifieke set omstandigheden op jouw leven geplaatst. There's been a specific set of circumstances placed on your life. Die uniek is voor jou. That is unique for your life. En jouw verhaal bestaat uit een veelvoud aan ingrediënten. And your story is consists of multiple ingredients. En de juiste ingrediënten die tijd hebben gekregen met elkaar. And the right ingredients have been given the time together. Maken een geweldig gerecht. And they make an incredible dish. En maken een geweldig verhaal. And make an incredible story. Een Godverhaal. God story. En laat me je vertellen. And let me tell you. Dat jij alle ingrediënten in huis hebt. That you have all the ingredients. Die nodig zijn. That are necessary. Voor een goed verhaal. For a good story. Sterker nog, voor een Godverhaal. Even better, for a God story. Maar misschien vraag je je dit af. But maybe you ask yourself this. En kan je het je voorstellen? Can you imagine? Als je al die ingrediënten pakt voor je slow cooked meal. So if you have all these ingredients for your slow cooked meal. Stel nou dat één ingrediënt. Imagine that one ingredient. Al wat verrot is. That maybe is past the use by date. Het is misschien een beetje beschimmeld. Maybe there's a little bit of fungi on there. Het is in ieder geval niet goed meer. It's not good anymore. Dat één ingrediënt. That one ingredient. Verpest het hele gerecht. It just messes up the whole dish. Toch, ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt. Have you ever done that? Maar één ingrediënt kan het hele gerecht verpesten. Just one ingredient can mess up the whole dish. En misschien is dat ook jouw ervaring. Maybe that's been your experience. Is er één ingrediënt? Maybe there's been one ingredient. Of misschien wel een paar ingrediënten. Or maybe a few ingredients. En heb je het gevoel dat die het gerecht hebben verpest? And maybe you're feeling like these have messed up the dish. Zijn dat degenen die jouw verhaal te sterk hebben beïnvloed? And maybe those ingredients have influenced your story way too much. Maar laat me je vertellen. But let me tell you. Dat God dat kan vrijzetten. That God can set that free. En dat God herstel kan brengen. That God can repair things. En dat God als onderdeel van jouw verhaal. That God is part of your story. Jouw verhaal een ommekeer kan brengen. And bring a turnaround in your story. Mijn verhaal is een van de componenten uit mijn verhaal is dit. And one of the components in my story is the following. Is dat ik analytisch van aard ben. That I'm very analytical by nature. En dat is al vanaf jongs af aan. And that's been like this when I was a kid. Toen ik klein was vond ik het leuk om de encyclopedie te lezen. When I was little I loved to read the encyclopedias. Nerd alert.
Een nerd alert. Mijn vader is wetenschapper. Maar mijn vader is een scientist. Ik ben dusdanig analytisch van aard dat ik aan de Vrije Universiteit analytics heb gestudeerd, dus, business analytics. So I'm that analytic that at, I studied at the VU analytics. Dus ik heb ervoor gekozen om van een van mijn karaktereigenschappen. So I've chosen that from one of my character traits. Om die op te blijven bouwen. To keep on building on that. Vervolgens ben ik in risk management gaan werken. And after that I started working in risk management. Waar het belangrijk is dat je analytisch van aard bent. And it's so important to be analytical. By nature for zodat this. Je de juiste vraagtekens kan plaatsen. So that you can ask the right questions. Maar wat we hebben gemerkt, wat ik heb gemerkt, what we noticed, what I noticed, is dat ik van analytisch that I, from being analytical, naar sceptisch ging. That I went to become skeptical. Dat in plaats van alleen de vraagtekens plaatsen, that instead of just asking the questions, ik de vragen al in ging vullen. I was already answering them. Ik nam die sceptische houding die bijna nodig was voor risicomanagement. And I took this skeptical attitude that was necessary for risk management. Nam ik mee in andere componenten van mijn leven. And I took it with me into other components of my life. Ik nam het mee naar de kerk. I brought it into the church. Ik nam het mee naar mijn familieleven, mijn vrienden. I brought it into my family life, into my friendships. En ik nam het mee in mijn eigen geloofsbeleving. And in my own experience of faith. Het was één ingrediënt. It was one ingredient. Die een slechte uitwerking had. That had a bad influence. Op het hele gerecht. On the whole dish. Maar wie weet dat God dit kan herstellen. But who knows that God can repair this. In Filippenzen 1 vers 27. So in Philippians 1 verse 27. Staat het volgende. It says. Laat uw gedrag in overeenstemming zijn. Met het evangelie van Christus. En voor mij God, and for my God, dat ik mijn houding that my attitude, niet had laten hangen naar het evangelie van Christus. That I hadn't reflected it on the gospel of Christ. Maar naar mijn persoonlijke krachten. But to my personal strength. En op het moment dat ik God toeliet, and at that moment that I let God in, om in mij te werken. To start working in me. Om met deze karaktereigenschappen van mij te werken. To work with these character traits of me. Werd het verhaal anders. And the story changed. In plaats van dat ik bezig was met alleen maar vraagtekens stellen en kritische notes te plaatsen. So instead of just asking critical questions and being skeptical. Kon ik op een strategische manier toewerken naar eenheid in de kerk en in mijn werkplaats. I could start working strategically towards unity in church and in my working environment. Het verhaal veranderde op het moment dat ik God toestond om te spreken in mijn leven. So the story started changing when I allowed God to speak into my story. Dus als we vandaag praten over rewrite your story. So if we speak today about rewriting your story. Dan wil ik je een hele simpele vraag stellen. Then I just want to ask you a very simple question. Als jij naar jouw verhaal kijkt. So if you look to your story. Als jij naar jouw leven kijkt. If you look to your life. Welke plaats neemt God in jouw verhaal? Which space does God have in your story? Is God de garnering in het gerecht? Is God just the garnish in the on the dish? Is God een bijgerecht? Is God just a side dish? Of is hij juist het hoofdingrediënt uit het gerecht? Or is he the main ingredient of the dish? Is hij de steak? Is he the steak? Is hij het vlees in de beef bourguignon? Is he the meat in the beef bourguignon? Welke plaats heeft God in jouw verhaal? Which space does God get in your story? Stel jezelf die vraag. So ask yourself this question. En ik kan je aanmoedigen. And I can encourage you. Op het moment dat God een hoofdpersoon wordt in jouw verhaal. That at the moment that God becomes a main character in your story. In plaats van een figurant. Instead of just a figure. Verandert het jouw verhaal. It will change your story. Ten goede. For the good. In Jezus' naam. In Jesus' name. En op dit moment wil ik het woord geven aan Pastor Peter. In this moment I want to give the mic to Pastor Peter. Die zijn verhaal komt delen. He's going to share his story. Dus thuis geef hem een applaus. So back home, give him a warm welcome. Give him a shout. Deelt. Is he going to share his story? Wow, wat een geweldig verhaal van Pastor Louis. What a great story of Pastor Louis. Sowieso wat een bijzonder moment zojuist. What a special moment. De inzegening van Louis en Intan als locations pastors van West. Just the commission of Pastor Louis and Intan for the location West. Wat een nieuwe dag is dit voor onze kerk. What a new day this is for our church. Wat een nieuwe dag dit is voor de mensen in Amsterdam West. What a new day for the people in Amsterdam West. Hey, het herschrijven van je verhaal. And you know, the rewriting of your story. Ik moest erover nadenken. I had to think about it. En er waren 100.000 dingen die ik erover zou kunnen vertellen. There are probably 100.000 things I could say now. Maar binnen de beschikbare tijd die ik heb, zal ik er proberen 4 te delen. But in the available time I have, I will try to share 4 with you. Het eerste, dat sluit eigenlijk naadloos aan met wat Pastor Louis net vertelde. And the first one is really just comes with the back of what Pastor Louis just said. Als ik me afvraag van hoe heeft God mijn leven veranderd? Hoe is mijn verhaal veranderd door de dingen die Hij heeft gedaan? So if I ask myself how did God influence my story? How did He change my story? 1999 kwam ik tot geloof. In 1990 I came to Christ. En wat gebeurde er is dat God kwam in mijn leven.
What happened is that God came into my life. Ik erkende een goddelijke entiteit in mijn leven naar wie ik mij kon richten. I recognized the godly entity in my life that I could focus towards. Ik realiseerde dat er iemand was die ik kon aanbidden. I realized there was someone I could worship. En in dit thema van het herschrijven van jouw verhaal. And in this theme of rewriting your story. Merkte ik dat het leven daarvoor, ook al was ik maar 17. I noticed that the life prior to that, and I was only 17 by then. Is dat ik de auteur was van mijn leven. That I was the author of my life. Dat ik de persoon was die eigenlijk alles moest gaan uitdenken, alles moest gaan uitschrijven om mijn leven te laten werken. That I was the person who had to think and plan everything to make my to have my life written. En op het moment dat God in mijn leven kwam. And the moment that God came into my life. Toen veranderde mijn verhaal. Then my story changed. En weet je, als jij hier voor de eerste keer kijkt. You know, if you're here for the first time and you're watching this. Of je kijkt al honderden keren. Or maybe you've watched this 100 times. Mijn geloof voor elke zondag weer. My faith for every Sunday. Is dat God. Is that God. Zichzelf openbaart aan jou. Will reveal himself to you. En dat jij kan laten, dat jij kan zien. That you will see. Dat je kan loslaten. That you can let go. Dat je God de auteur van je leven kan laten zijn. That you can let God be the author of your life. Het tweede punt is dat mijn leven is gevormd. The second point is that my life has been formed, been shaped. Dat mijn verhaal is geschreven. My story has been written. Door mijn leiders, Pastor Stephen Lisby. By my leaders, Pastor Stephen Lisby. En daar ben ik ontzettend trots op. And I'm incredibly proud on that. En ik ben ontzettend dankbaar voor hun leven. And I'm unbelievably grateful for their lives. Hun input in mijn leven. Their input in my life. Heeft gemaakt wie ik nu ben. Has made who I am today. En daar ben ik zeer dankbaar voor. I'm so grateful for that. Maar als ik hem even omschakel. But if I switch gears. Dan is het aan de ene kant hetgeen wat zij hadden gegeven aan mij. Then on one hand it's that what they've given me. Aan de andere kant is het ook mijn positionering van mijn hart. But on the other side it's also the positioning of my heart. Is het ook de positionering van mijn leven. It's the positioning of my life. Wat maakt dat ik een leider in mijn leven heb laten toestaan om het verhaal in mijn leven te schrijven. That it allowed a leader to into my life to start writing into my story. En ik vind het zo mooi wat Pastor Phil zegt. I love it what Pastor Phil says. Hij zegt 90% van mijn roeping ligt in andere mensen. He says 90% of my calling is in other people. En weet je, zo geloof ik dat ook. And that's what I believe. En dat is waarom ik hier sta. And that's why I'm standing here. Is dat ik ben niet meer de auteur van mijn leven. I am not no longer the author of my life. Maar ik heb samen met mijn vrouw Monique Jacobs. But together with my wife Monique Jacobs. Samen met Pastor Stephen Lisby. Together with Pastor Stephen Lisby. Samen met het leiderschapsteam hier. Together with the leadership team here. Ervoor gekozen om onze levens te geven voor Jezus en deze kerk te bouwen door onze levens te geven voor jullie. We've chosen to give our lives for Jesus and for this church and for you. En dit wordt daarmee het meest wonderbaarlijke verhaal wat ik maar kan leven. And by doing this, this is the most incredible life I could ever lead. En ik wil je uitdagen om datzelfde te doen. And I want to challenge you to do the same. Want weet je wat het is? Het geeft zo'n levensvervulling. Because you know it gives such a fulfillment in life. Wanneer je realiseert dat het niet zozeer draait om de output die ik met mijn leven heb. When you realize it's not about the output I have in my life. Maar dat ik mijn focus kan hebben juist om de mensen om mij heen. But I can have the focus on the people around me. Weet je, Jezus die heeft het erover dat een echte vriend die legt zijn leven neer voor iemand anders. You know Jesus says that a good friend lays down his life for someone else. En mijn wens is dat deze kerk in Amsterdam Zuidoost. And my wish for my longing for this church is that this church in onze locatie in Almere, in onze locatie van West. In a location in Almere and in our location in West. Dat de mensen gaan opstaan, die andere mensen gaan verhogen. The people will stand up that will elevate others. Want dat is mijn verhaal. That's my story. Ik had geen verhaal. I didn't have a story. Maar dit is mijn verhaal. But this is my story. Het derde punt is dit. The third point is this. Piekeren. Worrying. Ik weet niet of je dat kennen, maar dat is echt typisch iets wat ik in mijn leven heb, piekeren. I don't know if you recognize it, but this is something typical in my life, worrying. En dit is iets wat ik door de kerk heb zien doorbreken. And I've seen this by being in church, I've seen it been breaking off. En weet je, piekeren is meer dan alleen zorgen maken. You know, worrying is not just being worried about things. Je hebt eigenlijk geen Engels woord wat gelijk is aan piekeren. You don't really have a similar English translation. Maar wat gebeurt er is wanneer je piekert, je denkt maar door en je denkt maar door en je prevelt van wat zou het kunnen zijn. But when it happens, what happens when you're worrying, you just keep on emphasizing and you're thinking about it, you're thinking about it. En als ik dat gedeelte van in mijn verhaallijn had laten bestaan tot nu. And if I had let that be part of my story until now. Dan was mijn leven veel kleiner geweest. Then my life would have been incredibly much smaller. Dan had ik niet uitgestapt in de dingen die ik nu heb gedaan. Then I wouldn't have taken the step of faith that I have. En weet je, daarmee is het
de verhaallijn is doorbroken door de gave van geloof. You know what? That initial storyline has been broken by this faith. En daarom ben ik zo ontzettend dankbaar voor apostolisch leiderschap in Pastor Phil. And that's why I'm so grateful and thankful for apostolic leadership like from Pastor Phil. En deze gave die ik ook zie werken in mijn pastors, Pastor Stephen Lisby. And also this gift that I see at work in our pastors, in Pastor Stephen Lisby. Waardoor ik ook zie dat het in mijn leven werkt. I can see it happening in my life. Dus ik wil je uitdagen. I want to challenge you. Pak het DNA van onze kerk. To grab a hold of the DNA of this church. Begin te geloven daar waar jij piekert. And start believing in those things that you're worrying about. En je gaat zien dat bergen zich zullen gaan verzetten. You will see that mountains will be moved. Het laatste wat ik wil zeggen. The last thing I want to say. Is dat een van de dingen die ik heb gezien die mijn verhaallijn heeft veranderd. One thing that I've seen change the course of my story. Is dat ik heb gezien is dat er in mijn leven. That I've seen that in my life. Beperkingen zijn. There are limitations. En in Romeinen hoofdstuk 12 vers 3, en het staat niet op het scherm. And in Romans 12 verses 3. Daar staat dat we moeten handelen naar onze capaciteit. It says that we have to act upon our capacity. Naar de mate van ons geloof. To the measures of our faith. En deze Bijbeltekst. And this Bible verse heeft een verandering in mijn denken gebracht. Has brought a change in my thinking. Daar waar ik de ijver en de passie en de prestatiegedrevenheid heb om iets te bereiken. So there we had the diligence and the passions to achieve something. Dat ik iets wilde bereiken met mijn leven omdat het iets is wat gewoon in mij zat. That I wanted to achieve something because it was in me. Dat ik dat kon loslaten. I could let that go. Omdat aan de ene kant, ja, ben ik verantwoordelijk voor het succes in mijn leven. Because yes, on one hand, I'm responsible for the success in my life. Maar tegelijkertijd ook weer niet. But at the same time, I am not. Want als ik God de schrijver laat zijn van mijn leven. Because if I let God to be the author of my life. Dan handel ik naar mijn geloof. Then I will act upon my faith. Dan zeg ik, ik kan alles doen door Christus die in mij leeft. And I will say that I can do all things through Christ who lives in me. Maar tegelijkertijd kan ik, wanneer God de auteur is. But at the same time, when I know that God is the author. Genoegen nemen met de beperkingen in mijn leven. I can be content with the limitations of my life. Omdat ik weet dat God het is die het uiteindelijk uitwerkt. Because I know it is he who works it out. Wij zijn zijn werkmaatschap. We are his workmanship. Zo, ik wil je uitdagen. So I want to challenge you. Als jij die prestatiegedrevenheid voelt. If you're focused on performing. Misschien die faalangst. Maybe if you're afraid to fail. Laat het los. Let it go. Laat God hierin. Let God. De auteur zijn. Let him be the author. Geweldig. Hey, dan is het nu mijn voorrecht my other privilege om een geweldige vriend to introduce a great friend, maar ook een man voor wie ik ontzettend veel respect heb. And a man that I respect highly. Onze locations pastor in Almere. Our location pastor in Almere. Johan Tolsma, geeft hem een geweldige applaus. Pastor Johan Tolsma, let's give him a warm welcome. Wauw, geweldig. Amazing. Geweldig om hier te zijn. It's so good to be here. Geweldig om jullie niet te zien. So good to not see you. Maar ik hoop dat ik weet wie er zijn aan de andere kant. But I know who's on the other side. Dus zwaai even. So give me a wave. Ja, als je uit West komt. And if you're from the West location. Of als hier uit Zuidoost. Or here from Southeast. Of als je een Amerikaan bent. Or maybe if you're an Amerikaan. Dus dan hopen we graag dat je even zwaait. We hope that you just give us a little wave. En ik hoop jullie binnenkort weer snel te zien. And I hope to see you really quickly. Maar ik wil graag een tekst met jullie delen. But I'd love to share a scripture with you. En er staat dat er in Johannes 4 vers 4. It's written in John 4 verses 4. En Johannes 4 vers 4, sorry. First John 4 4. En er staat dat groter is hij die in jou is. It says greater is he who is in you. Dan degene die in de wereld is. Than he who is in the world. En op dit moment denk ik dat het een tekst is die enorm toepasbaar is. I believe that at this moment this is a scripture that's so applicable. En weet je, toen ik opgroeide. You know, when I grew up. Ik wil mijn punt maken en ik zal een beetje historisch vertellen. So I'll make a point, but I just want to give you a little bit of context and story. Maar toen ik opgroeide was ik misschien een jaar of 9. So when I grew up and I was about 9 years old. En toen begon ik met mijn eerste krantenwijk. Then I started to doing my first newspaper route. Wie heeft wel eens een krantenwijk gelopen? Who's had a paper route? Steek even je hand op. So lift your hand. Geweldig. Je krijgt mooie zwarte vingers van. You get these great black fingers from doing that. Van al die inkt die eraf komt. All that ink that's coming onto your hands. Dus ik begon dat toen ik een jaar of 9 was, begon ik daarmee. So when I was about 9 years old, I started with a ride. En toen ik een jaar of 12 was, toen nam ik er nog een tweede wijk bij. And when I was 12 years old, I took an extra paper route. En toen ging ik elke dag lopen. And then it was every day I was doing this. En toen begon ik, toen ik 14 was, begon ik in de ochtend te lopen. And when I was 14, I started really early in the morning. En toen deed ik de ochtendkranten. Then did the morning papers. En zo groeide ik op. And that's how I grew up. Zo groeide ik op als een persoon die eigenlijk altijd, eigenlijk vanaf jongs af aan of als tiener al geld verdiende. So I was a person who grew up and from a young age I started to earn money.
En ik ben thuis opgegroeid en we hadden gewoon genoeg geld. I mean, back home where I grew up, we had enough money. Maar het was geen vetpot. But there, it wasn't a whole lot. Dus als je iets extra's wou, but if you wanted something extra, dan moest je er zelf voor zorgen. Then you had to make sure yourself it happened. Dus ik weet niet hoe het nu in middelbare school is, maar ik denk nog steeds hetzelfde. So I don't know how it's now in college, but it might be the same or in high school. Als je niet die bepaalde schoenen hebt, if you don't have that specific brand of shoe, of niet die broek, or not those pair of pants, of niet die outfit, or that outfit, ja, dan hoor je er gewoon niet bij, toch? And you just don't belong there. Dus daarom dacht ik van, ik zorg er wel voor dat ik erbij hoor. So this I said to myself, you know what? I'll make sure that I'll fit in. Dus ik gebruikte alles het geld wat ik verdiende. So I used all the money that I earned om die extra outfits te kopen. To buy those extra outfits. En om de dingen te kopen die ik zelf wou. And to buy those things that I really wanted. Dus ik groeide op als een persoon die eigenlijk niet die wist dat ik als ik iets wou, dan moest ik het zelf voor zorgen. So I grew up to be that person that who knew that when I wanted something, I had to make sure it happened myself. En ik weet nog een leuk verhaal. And I remember a fun story. Ik weet niet. Wie houdt er van afwassen? So who loves doing the dishes? Klik even op het hartje in je scherm. So click on the heart on the screen. Zeg ik hou van afwassen. And say I love doing the dishes. Laat het niet aan je ouders zien. So don't show your parents. Anders heb je een probleem. Otherwise you've got a problem. Maar ik hield niet van afwassen. But I hated doing the dishes. En toen ik een tiener was, moest ik altijd afwassen. And when I was a teenager, I had to do it. Mijn broers en zussen waren het huis al uit. So my brothers and my sisters left house, home already. En als mijn moeder had gekookt. So when my mom had cooked. Mijn vader had de hele dag gewerkt. And my dad had been working all day. Moest ik natuurlijk de afwas doen. Of course I had to do the dishes. Dus ik dacht van ja, ik wil niet eeuwig zo doorgaan. So I thought like, oh man, I'm not going to do this forever. Dus ik zei tegen mijn vader. So I told my dad. Wat als ik nou een afwasmachine koop? So what if I buy a dishwasher? Maar hoef ik dan nooit meer de afwas te doen? So do I never have to do the dishes then again? Hij zegt, als jij een afwasmachine koopt, dan hoef jij nooit meer de afwas te doen. So he told me, like, when you buy a dishwasher, you will never have to do the dishes again. Je raadt al wat er gaat gebeuren natuurlijk. So you guess what happened. Je hebt die weekbladen, toch? So you've got these weekly magazines. Daar staan van die kleine advertenties in. There's these little ads in there. Daar staat bijvoorbeeld te koop, dit en dat en dat. Er stond er ook eentje bij. This says for sale, this or that. And er stond er één bij, te koop vaatwasmachine. And I found one ad and it says dishwasher. Ik dacht, die is voor mij. And I said, this is mine. Stond erbij €50. It said €50. Of 50 gulden, ik weet het niet meer. Gilders. Maar in ieder geval was €50 laten we daarop houden. It was €50. Dus ik belde die mensen op. So I called these people. En ik zeg, ik wil die vaatwasser. And I said, I want this dishwasher. Ik belde mijn vader op. I called my dad. Ik zeg, hey, als je terugkomt vanuit je werk, rij even daar langs. So if you're coming back from work, why don't you go to that address? Ik kom er ook heen en dan gaan we even iets ophalen. I'll meet you there and we're gonna pick something up. Dus uiteindelijk was ik zo blij met die vaatwasser. So eventually I was so happy with this dishwasher. Dat die mensen that those people zeiden, oh, je mag hem gratis hebben. They said, like, you know what, you can have it for free. Kom op, dat is gunst, toch? Come on, that's favor, no? Dat is gunst. That's favor. Dus hier sta ik samen met mijn vader. So here I'm standing together with my dad. Met een gratis vaatwasser. With a free dishwasher. En hij weet wat hij had gezegd. And he remembered what he said. Dus vanaf die tijd. So from that day onward. Weet je wel, het leven was gewoon één grote cruise. Gewoon. Life was just, I was just cruising through life. Ik moest alleen nu wel de vaatwasser inruimen, maar dat was minder werk. Now I had to put the stuff in the dishwasher. Maar dus ik groeide op als een persoon van als ik iets wou. So I grew up being a person that if I wanted something, dan moest ik er zelf voor zorgen. Then I knew I had to make it happen. En toen kwam ik hier. And then I came here. Ik was 18 jaar. I was 18 years old. Dat is 17 jaar geleden. That's 17 years ago. Ik weet het, ik zie er niet zo oud uit. I know I don't look that old. Maar het was 17 jaar geleden. But it's been 17 years ago. En toen kwam hier de kerk binnen. And I came into this church. En ik dacht. And I thought. En ik dacht van, wauw, wat is dit voor een plek? Wow, what's this for a place. En weet je, God begon tegen me te spreken. And God started talking to me. En God begon in mij te werken. And he started working in me. En ik gaf mijn leven over aan hem. And I gave my life to him. En toen las ik deze tekst weer. And then I read this scripture again. Groter is hij. Greater is he. Die in jou is. Who is in you. Dan hij die in de wereld. Than he who is in the world. En weet je wat de wereld? And do you know the world? We kunnen nadenken over de grote slechte wereld. We can think about this bad world outside. Maar misschien hebben ze het over jouw wereld. But maybe it's about your world. Dat God die in jou is. That God who is in you. Nog groter is. Is greater. Dan wat je nu ziet in jouw wereld. Than what you see happening in your life right now. En zo begon mijn leven te veranderen. And so my life started to change. En ik zag. And I saw. Dat er verandering plaats ging vinden in hoe ik dacht over dingen. That change was happening about how I thought about things. En God daagde me uit. And God was challenging me. Hij zei van,
laat dingen los. He said, let things go. En je weet het, nu ik ben opgegroeid als iemand die alles altijd op de controle wou houden. And I've just told you that I grew up as a person who wanted to control everything. En ben ik nog steeds. And I'm still like that. En ik moet nog steeds dingen loslaten. And I still have to learn to let things go. Weet je wel, maar de plek waar God je heen beweegt. But the place that God is leading you towards. Is overgave. Is surrender. Kunnen wij overgeven? And we surrender. Ons hart. And we surrender our hearts. Zoals Pastor Lisby vaak zegt, al onze kamers in onze harten. So just as Pastor Lisby says that there's all these rooms in our hearts. Kunnen we al die verschillende kamers, kunnen we die overgeven? And we surrender all these different rooms. Weet je, en het staat, you know, staat in Jeremia 29. It says in Jeremiah 29. Dat ik weet de plannen die ik voor jou heb. That I know the plans I have for you. Plannen die goed zijn. Plans that are good. En die je voorspoed zullen brengen. Plans that will prosper you. Weet je, God heeft een plan voor jouw leven. You know, God has a plan for your life. God heeft een plan voor mijn leven. He's got a plan for my life. En dat is zoveel groter. And it's so much bigger. En zoveel meer dan wij kunnen beseffen. So much more than we can imagine. En dat is wat God wil doen in onze levens. And that is what God wants to do in our lives. Maar de vraag is, but the question is, kunnen wij het loslaten? Can we let go? En misschien is het een woord voor jou vandaag. And maybe this is the word for you today. Misschien heb je de dingen geprobeerd te doen vanuit je eigen kracht. Maybe you've tried to do all these things in your own strength. En ik geloof dat God nu van jou vraagt. And I believe that God is asking you now. Laat het los. Let go. En ik ben er nog steeds niet. And I'm still not there yet. Weet je wel, ik moet het elke dag opnieuw. I have to do this every day. Elke dag opnieuw komen er nieuwe situaties. Every day there's new situations. Waarop God vraagt. On which God is asking. Laat het los. Let it go. Weet je wat, als ideeën komen. You know, when ideas come. Dan komen ze in jouw gedachten. They come in your mind. En dan is het natuurlijk voor ons om het zelf te gaan uitvoeren. And it's very natural for us to start figuring them out. Om zelf te gaan regelen. To start arranging things. Maar God vraagt van ons. But God asks of us. Laat het los. Let it go. God wil ons hele leven. God wants the whole of our life. Hij wil niet alleen jou nu. He just doesn't want you now. Maar hij wil ook jouw hele toekomst. But he wants your whole future. En God wil gaan herschrijven. And God wants to start rewriting. Zoals we net ook gehoord van Pastor Louis en Pastor Peter. As we heard from Pastor Louis and Pastor Peter. Hij wil gaan herschrijven de dingen in jouw leven. He wants to start rewriting things in your life. Misschien die slechte ingrediënten die er geweest zijn. Maybe these bad ingredients that are in your life. Maar hij zal die omdraaien naar goede ingrediënten. He will turn them around and so they become good ingredients. Dus dankjewel voor jullie tijd. Thank you for your time. En we gaan nu het woord overgeven van Pastor Steve. And we'll hand it over to Pastor Steve. Fantastic. Beautiful. Three incredible messages. Drie geweldige boodschappen. From three incredible people. Van drie geweldige mensen. Deep respect for each of them. Ik heb een diep respect voor ieder van hen. For being people who would allow themselves to let God rewrite their narrative. Dat zijn mensen zijn die hebben toegelaten dat God hun verhaal opnieuw aan het herschrijven is. I don't know, you're sitting there at home or in your car or at some other place right now. Misschien zit je daar thuis of in je auto of op een andere plek. And you're probably also saying, I'm that sort of person too. Misschien zeg je ook van, hey, ik ben ook zo'n persoon. I want God to rewrite my narrative. Ik wil dat God mijn verhaal opnieuw schrijft. Pastor Peter said a very important thing. Pastor Peter die zei iets heel belangrijks. He said it needed God to break into his world for that rewrite to begin to happen. Hij zei dat het ervoor nodig was dat God in zijn leven zou inbreken, zodat het verhaal opnieuw geschreven zou kunnen worden. As your pastor, en weet je, als jullie voorganger, als jullie pastor, one of the greatest concerns I have, is een van de grootste zorgen die ik heb, is that we would attend church, is dat we naar de kerk toe zouden komen, that we would be Christian, dat we christenen zullen zijn, but we wouldn't quite let God into our world enough for him to rewrite our story. Maar God niet voldoende zouden toelaten in ons leven, zodat hij de kans krijgt om ons verhaal opnieuw te schrijven. As Johan said. En zoals Johan zei. We can be making life work in our own hands. We kunnen zorgen dat het leven werkt door onze eigen kracht. Some of us are very good at doing that. En sommige van ons zijn heel goed in staat om dat te doen. Some of you have made a great success of your lives. Als je een heel succesverhaal hebt gemaakt with your life being in your hands. En met het leven dat in je eigen handen is. And so it's hard to describe. Dus het is heel moeilijk om te beschrijven. In this moment how important it is. In dit moment hoe belangrijk het niet is. For you also. Om ook voor jou. To rather than having Jesus as an attachment to your life. In plaats dat Jezus gewoon een bijcomponent is bij je leven. Rather than God being on the circumference, the edge of your world. Beter dan dat God alleen maar in de omgeving rond je leven heen waart.
But to let him into the center of your world. Maar hem binnen te laten in het centrum van jouw wereld. And allow what he can do. En het toelaten wat hij waar hij in staat is. To become more important to us than what we can do. Dat het belangrijker wordt dan wat wij kunnen doen. Because he can reshift, he can rewrite. Want hij kan your iets narrative. Veranderen, hij kan iets herschrijven in jouw verhaal. So I'm asking you this question today. Dus ik vraag je vandaag dit. Have you allowed Jesus to move from outside to inside? Heb jij Jezus toegelaten om van de buitenkant naar binnen te treden? From the edge of the circle. Van de rand van de cirkel. To the center of the circle. Naar het centrum van de cirkel. Probably all of us have had a friend in life that's done that. We hebben allemaal kennen wel iemand die dat gedaan heeft. They were once sort of on the edge of our lives. Ze waren misschien op een bepaald moment waren ze aan de randen van onze leven. And through a series of things that enabled us to begin to trust. En door een aantal dingen die gebeurden zijn we in staat geweest om hun te gaan vertrouwen. We let them into the inner circle of our lives. En hebben hun toegelaten in het centrum van ons leven. And you know what difference that's made to your life. En jij weet wat voor verandering dat teweeg heeft gebracht. Right now I'm asking you to do the same with Jesus. En op dit moment vraag ik om hetzelfde te doen met Jezus. And so I'm going to pray. Dus ik ga bidden. I'm going to ask you to say this prayer with me. En ik ga je vragen om dit gebed te bidden. You may never have asked Jesus into your life. Je hebt misschien nooit eerder Jezus uitgenodigd in je leven. Or maybe you have, but he's remained on the outside. Misschien heb je dat wel gedaan, maar is hij gebleven aan de buitenkant van he's je leven. He's remained an acquaintance, but not a close friend. Hij is een kennis gebleven, maar is geen diepe, dichte vriend geworden. Or maybe he was once. But you've moved away from him and you need to invite him back again. Misschien was hij dat op een gegeven moment, maar ben je weggestapt van hem en moet je opnieuw hem weer uitnodigen dichterbij. This is you. Dus als jij dat bent. Right now I want you to say this prayer. Op dit moment dan wil ik dat je dit gebed bidt. At the bottom of your screen you'll see a banner there saying I raise my hand. En onderaan je scherm zie je een banner en zegt raise hand. I want you to click that banner. En ik wil dat je daarop klikt. Because we want to rejoice with you right now. We willen samen vreugde vieren met je. I want you to say this is me. Ik wil dat je zegt van dit ben ik. That banner, door te klikken. I want you to be raising your hand. Ik wil dat je je handen opheft. As you pray this prayer right als je now. Dit gebed bidt. Let everybody who's watching this. Laat iedereen die kijkt. Laat wherever you are. Waar je ook bent. Whatever you're doing, stop. Wat je ook doet, stop. Pray this prayer. En bid dit gebed. It's going to shift your life right zal now. Zal je leven veranderen. Dear God. Lieve God. I thank you for Jesus. Ik dank u voor Jezus. I thank you that he died for me. Ik dank u dat hij stierf voor I mij. I ask that you would forgive me. Ik vraag dat u mij vergeeft. I give you my life. Ik geef u mijn leven. I turn away from my past. Ik keer me af van mijn verleden. I give you my future. Ik geef u mijn toekomst. Come be center of my world. Kom maar wees aan het in het centrum van fill mijn leven. Fill me with your Holy Spirit. Vul me met uw Heilige Geest. Rewrite my story. Herschrijf mijn verhaal. To be self-made, to be God-made. Zelf gemaakt, maar door God gemaakt. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen, amen. Amen. I want to congratulate you right now. Ik wil je feliciteren. For saying that prayer. Om dat gebed uit te spreken. If you said that prayer and haven't clicked that banner, just click it. Say. Als je dat gebed hebt uitgesproken en nog niet hebt geklikt, klik op die banner. I know it's anonymous, but still, we're rejoicing with you. Ik weet dat het anoniem lijkt, maar we vieren samen with met jou. With every person right now. En voor iedere persoon. Just say yes to Jesus. Zeg ja tot Jezus. We would love to keep in touch with you. We willen heel graag verbonden zijn. I'd love to send you an audio version of my book. Wil je graag een audioversie van mijn boek toesturen? The reis begint. En dat heet de reis begint. The journey begins. The journey begins. So please click Let's Connect to the top of your screen. Dus klik ook op Let's Connect aan de bovenkant van je scherm. Send us your email address so we can be in contact with you. Stuur ons jullie e-mailadres en dan zijn we in contact. But right now, let's all worship. Maar laten we nu allemaal in aanbidding gaan. We go back into this song. Als we opnieuw dit lied gaan zingen. Let's all of us put Jesus at the center of our world that he may rewrite our story. Laten we allemaal Jezus opnieuw in het centrum van ons leven brengen zodat hij onze verhaal herschrijft. Come on, let's worship him. Maar laten we aanbidden. Joy while my heart is heavy, all my day.
The same God who never fails, you won't fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. Is working all things out. And we believe that Psalm 27 verse 14 says, like Psalm 27 verse 14 says, vertrouw op de Heer. Trust in the Lord. Houd moed. Keep courage. En hij zal je weer hoop geven. And he will give you hope again. En dat we gaan bidden zometeen. And we're going to pray. We hebben gebeden, iemand vraagt hier een jonge persoon voor een examen. Someone's asking about their exam. Die is behoorlijk zenuwachtig. They're very nervous. En ook voor een ouder. And also a parent. Die wil bidden voor zijn dochters. He's asking for prayer for their daughters. Die ook examen hebben. Who also has exams. Laten we samen geloven. So let's believe together. Dat God. That God. In een situatie zal zijn. That he will be in their situation. Als je meekijkt. So if you're watching. Als er mogelijk is, steek je hand op. Lift your hands. Doe je ogen dicht. Close your eyes. Dan gaan we samen bidden. And we're going to pray. Vader in de hemel. Heavenly Father. We danken u wel, Heere. We thank you, God. Dat wij alles aan u mogen geven. That we can give everything to you. Heer, onze stress. Our stress. Of dingen die ons tegenhoudt. Things that may stop us. Dat u mogen uitnodigen. That we can invite you. Heer, om te werken in ons leven. To work in our lives. Vader, en ik bid, o Heere. And we pray. Raak elk persoon aan. Touch every person. Die op dit moment luistert. Who's listening today. Die op dit moment meebidt. Who's praying. Dat u hem wil vullen met uw rust en uw vrede. That you fill them with your peace. Dat u wil vullen met de kracht van uw Heilige Geest deze morgen. That you fill them with the power of your in Holy de naam Spirit. Van Jezus. In the name of Jesus. Want wij weten, Heere. Because we know, alle Lord, dingen zijn mogelijk. That all things are possible. Voor diegenen die geloven. For those who believe. En dat we vandaag mogen bidden, Vader. And that we may pray today. In geloof. In faith. In de naam boven elke naam. In the name above every other name. De naam van Jezus Christus. The name of Jesus Christ. En ieder zegt amen. And everyone says amen. Dank je. Thank you. Geweldig. Ik ga overgeven aan Pastor Steve. So I give it over Thank to Pastor you, Raymond. Steve. Well, what a service. What a service. Thank you so much for praying. Thank you so much. Oh. Hey, we're gonna close right now. We gaan nu eindigen. But before we do that, a very important thing I want to close with. Ik wil hiermee eindigen. Other than saying. Wat ik nog wil zeggen. What an incredible set of preachers we've got. Wat een geweldige prekers hadden we vandaag. Come on, why don't we give them one more hand there at home. Laten we ze een applaus geven. Lisbeth and I feel very confident with such an incredible team. Lisbeth en ik zijn zo blij met zo'n geweldig team. That are helping us care for you. Die helpen om voor jullie te zorgen. Taking us into our future.
die nemen jullie mee in jullie toekomst. And now it may be that some of you have joined our church. En misschien zijn een aantal. Since we've been online. Zijn een aantal van jullie bij onze kerk gekomen sinds we online zijn. And that's a wonderful thing. I cannot wait to meet you in person in July. Ik kan niet wachten om jou te ontmoeten in juli. But I want to encourage you, if you've become part of our church, also to start giving to our church. En ik wil je aanmoedigen als je deel bent geworden van onze kerk om ook te beginnen met geven. And so for all of us right now. Dus voor iedereen van ons. We're going to take a moment to give to the Lord. We gaan een moment nemen om naar God te geven. So I want to encourage you to get your devices out. Dus neem je telefoon erbij. Get your banking app out. En je bankieren app. Use the QR code on screen. Gebruik de QR code op het scherm. But why don't we together right now give? Laten we samen geven op dit moment. See, Proverbs 11 says this. Er staat in Spreuken 11. It says, he who refreshes others will themselves be refreshed. Hij die een ander verfrist zal zelf ook verfrist worden. And I believe there are many of us throughout this season. En ik geloof dat er velen van ons zijn in dit seizoen. That have felt perhaps a little flat. Die zich misschien een beetje lauw voelden. Maybe life has not been quite as exciting as it was when you could go out and do the things you wanted to do. Misschien was het leven niet zo geweldig als toen je lekker naar buiten kon gaan. And so one of the greatest ways to freshen up our lives. En een van de beste manieren om je leven weer te verfrissen. Is to be a generous person. Is om iemand te zijn die vrijgevig is. Is to be a giving person. Iemand die geeft. To get our eyes off ourselves and begin to think of others. Zodat we niet naar onszelf kijken, maar dat we naar anderen gaan denken. One of the most powerful ways you can connect to your church. En een van de krachtigste manieren dat je een connectie kan maken met je kerk. Is to bring your tithe into the house. Is om je tiende aan het huis te geven. To bring your gifts into the house. Om je gaven in het huis te brengen. I'm not just talking about tipping like you might at a restaurant. En ik heb het niet over kleine gaven. I'm talking about giving generously. En ik heb het over overvloedig geven. Giving big. Groot geven. Thinking about stretching yourself. Denk aan hoe je jezelf kan uitstrekken. Jesus said it is more blessed to give than it is to receive. En Jezus zei het is meer gezegend om te geven dan om te ontvangen. So come on right now. Don't think about doing it later. En doe het op dit moment en niet later. Let's not put it off till after lunch. Laten we het niet uitstellen tot na Let's de lunch. Let's just do it right now. Laat het op dit moment doen. I did it right then. Ik heb het nu net gedaan. I was meant to be on screen with Pastor Raymond, but I wasn't. I was giving on my banking app. Ik had daar hier bij Pastor Raymond moeten zijn. Do it right now. Doe het op dit moment. Get your phone out. Neem je telefoon erbij. Find a way to give. Vind een manier om te click geven. Click that QR code. En klik op die QR code. And be prayerful about what you're giving. En wees gebedsvol over hoe je geeft. I want to pray for you. Ik wil voor je bidden. Father, I ask right now. Vader, ik vraag u op dit moment. That the power of your presence would refresh us. Dat de kracht van uw aanwezigheid ons verfrist. As we look to give. Als we aan het geven zijn. As we look to be generous. Als we vrijgevig zijn. God, as we look to expand our hearts. Heer, als we ons hart uitbreiden. Think beyond ourselves. Dat we voorbij onszelf denken. God, as we deliberately and responsibly give to fueling the vision and ministry of this house. Heer, als we echt bewust ons geven om dit huis te voorzien. The power of your presence. De kracht van uw aanwezigheid. Move on us today. Dat u op ons mag rusten. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Well, God bless you for your generosity. God zegen je voor je vrijgevigheid. You know, we raised about 8,000 euros in our Love for the House offering a couple of weeks ago. Well done, church. We hebben 8,000 euro met elkaar opgehaald tijdens het Love for the you House. You are amazing. Well, time has come, Nanon. To tijd is close voorbij. The service. We gaan de dienst afsluiten. If you are new to us, let me remind you, please click Let's Connect. We would love to be in contact with you. Als je nieuw bij ons bent, klik op Let's Connect. We willen echt van je horen. Or if you responded to that prayer earlier to give your life to Jesus, please make contact with us. Of als je een respons hebt gemaakt om je leven aan Jezus te geven, maak een connectie met ons. And we look forward to seeing you next Sunday, Father's Day. En we kijken uit naar volgende week, Vaderdag. Invite your father to church. Vraag je vader ook naar de kerk. Invite your son or daughter to church. Vraag or your grandfather, uncle. Je opa, je oom. Let's get everyone online in church next Sunday for Father's Day. Laten we iedereen meelaten. Volgende week zondag voor Vaderdag. We really want to bless you. We willen je echt zegenen. God bless. Have a great week, church. Heb een geweldige week. Love you.